Wat een boek. Milan Kundera, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Ik weet niet wat ik soms gelezen heb. Het is voor mij nog steeds een verwarring. Het zijn dromen die soms voorkomen. Filosofische teksten. Een soort psychologische uiteenzetting van hoe mensen omgaan. Met een bezetting van, een soort, van het land waar zij in leven door een vreemde macht. En het is wel een heel bijzonder boek. Dat zeker. Maar 100% zeker dat ik het nog een keer moet gaan lezen. Want Milan Kundera schrijft hierin hele bijzondere dingen. Goed, allereerst bepaalde formaliteiten. Ik zou het heel erg waarderen als jullie de video delen. Als jullie liken en ook abonneren op mijn kanaal. Dat helpt me heel erg. En het zou een kleine gunst zijn die ik aan jullie zou willen vragen. Goed, ja, het boek in het kort. Ik gaf het net al een beetje weg. Het is een soort psychologische analyse van hoe mensen omgaan in, nou ja, een land dat bezet wordt door een macht die niet het land zelf is, namelijk de Sovjet-Unie, die Tsjechië binnenvalt. En tegelijkertijd is het een soort filosofische uitwerking van het concept de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, waarin twee karakters die het lichte symboliseren en twee karakters die het zwaarte symboliseren interacteren met elkaar in deze historische setting van het bezette Tsjechië. Verder denk ik dat dat een hele accurate beschrijving is van het boek. En de schrijver zelf, Milan Kundera, is een hele bijzondere man, laat ik het daarop zeggen. Hij leeft als goed is nog, als ik het goed heb kunnen nalezen. Hij leeft in Frankrijk, 93 jaar ongeveer. En hij komt oorspronkelijk uit Tsjechië, maar hij is daar uitgegooid door de bezetting van de Sovjet-Unie. Hij was in eerste instantie een hele gematigde communist, voor zover dat kan. En op een gegeven moment waren er bepaalde plannen in Moskou en daar kon hij het niet mee vinden. En hij had wat meer hervormende plannen binnen het communisme met een aantal andere prominenten in Tsjechië. En zij wilden dat doorvoeren. En dat werd niet zo gewaardeerd in Moskou. En op dat moment is er inderdaad tijdens de Praagse lente is er binnengevallen door het Sovjetleger. En dat is ook een inspiratiebron geweest voor dit boek. En Milan Kundera is toen gevlucht naar Frankrijk en is vanaf daar verder gaan schrijven en zijn boeken uit gaan werken. En nog steeds doet hij dat. Hij is er nog steeds mee bezig. Ja, en de man zelf, zijn schrijfstijl, het is een hele, het heeft een beetje een duistere humor. Het wordt vergeleken met de humor van Kafka. Dus als we Kafka's bekendste werk Metamorfose erbij pakken. Met de hoofdrol, speler die wakker wordt als kever. Wat toch door een soort duister humor is. Dan snap ik waar die link gelegd kan worden. Omdat op een gegeven moment benoemt Kundera in dit boek een bepaalde scène. En ik zal het niet te uitgebreid beschrijven. Maar Cambodja is net bevrijd van het Sovjetleger. En er komt een bepaalde vrijwilligersactie van artsen en intellectuelen uit Frankrijk. En die denken, we gaan daar de boel een beetje helpen. We gaan ze daar steunen binnen onze geneeskunde en we trekken daar naartoe. En op een bepaald moment komen de Amerikanen bij en die gaan ook in die scène, gaan die mee. En er is een hele grote mars, als het ware, door het landschap om Cambodja te bereiken. En heeft een bepaalde scène heeft zich afgespeeld. Want er is ook een actrice is er mee en een rockster. Die willen toch een beetje meegaan in de schijnwerpers. En er is een journalist en die wilde een paar foto's van hem maken. Dus die neemt een omweg door het veld heen. En die stapt per ongeluk op een landmijn en die explodeert. En het feit dat iemand dat kan beschrijven in het boek duidt voor mij wel op een soort inderdaad duistere humor die daarin verweven zit. Verder, hij is een beetje cynisch. We hebben al bijvoorbeeld gelezen over, tenminste, hebben we dan De Verboden Liefde hebben behandeld. Het is ook een beetje een duister boek, maar dat wordt wel op een hele mooie manier en een hele, ik zou het toch willen zeggen met een bepaalde mooie boodschap nog beschreven. De video kan ik hierboven even aanraden, maar en ik zou het ook zeker kijken, want dan zie je ook het contrast tussen de hele mooie en beschrijvende manier van Verboden Liefde, waarbinnen een cynische boodschap wordt gebracht, maar op een hele, een hele mooie manier en
toch en uiteindelijk in bepaalde fragmenten een goed einde. En dan tussen de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Maar toch, ja, ik zou willen zeggen, een hele contrasterende, duistere boodschap in verweven zit. Die ook wel positief kan in worden geschat. Maar hij, de situatie en de wereld waar je als het ware als lezer in wordt meegenomen, is een hele grijze en grauwe. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Sovjet-architectuur, dan krijg je ook een beetje een beeld van hoe dan dit boek geschreven is. Het is grijs, het is grauw, het is duister en het is niet echt een vrolijke leesgids als het ware. Nou ja, en verder heeft Milan Kundera een hele duidelijke politieke boodschap. In ieder geval in dit boek. Ik kan niet spreken over zijn verdere boeken, maar in dit boek zie je door de tekst heen verwoven dat er bepaalde politieke thema's naar voren komen. Waarin niet heel duidelijk voor mij is of hij nou aan de linkerzijde staat of meer aan de rechterzijde. Hij heeft gewoon een aantal standpunten op bepaalde onderwerpen die hij vertolkt. En hij, nou ja, verwerpt zelfs de term links en rechts. Daar zullen we straks met het fragment nog wel naartoe komen. Maar dat vind ik een hele bijzondere manier van doen. Nou, het verhaal start eigenlijk met een filosofische uiteenzetting van het concept van Nietzsche. Waarin Nietzsche beschrijft van, tenminste waarin Nietzsche terugkomt op dat concept van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. In de zin dat hij benoemt van ja, we kunnen niet allemaal als het ware de zondes zoals Jezus dat dan, tenminste Jezus wordt aangehaald. We kunnen niet allemaal de zondes zoals Jezus op ons nemen. Maar we kunnen wel doen alsof we leven tot in een oneindigheid. En alsof al onze acties zich een oneindige hoeveelheid keer herhalen. En als we dan dat beeld voor ons nemen en we kijken naar hoe licht dan eigenlijk ons bestaan is, waarin alle acties maar één keer voorkomen, dan is ons leven toch best wel licht als het ware. En dat filosofische thema van die lichtheid van het bestaan, waarin toch nou, alles wat wij doen niet enorm van belang is, dat wordt dan uitgezet in vier verschillende karakters. Dus we hebben Thomas, we hebben Theresa, we hebben Sabina en we hebben Frans. En twee hiervan zijn dan lichtere karakters en twee hiervan vertolken dan de meer zwaardere karakters. En om te starten met Thomas. Thomas is voor mijn gevoel het hoofdpersonage van dit boek. Thomas is een heel, ja, toch een hele duistere, tenminste een beetje een duister figuur, maar een heel licht karakter. In de zin dat hij heel licht omgaat met de verantwoordingen van het leven. Zo heeft hij bijvoorbeeld wel een relatie met Theresa, maar heeft hij ontelbare affaires en vrouwen die hij najaagt. Hij neemt het ook allemaal niet te serieus. En sterker nog, hoe het bij Thomas dan het meest gesymboliseerd wordt, is zijn splitsing tussen liefde en het seksuele als het ware. Dus hij vindt dat er een scheiding tussen kan zijn. En op deze manier kan hij in principe gewoon alle vrouwen najagen die hij wilt. En dit komt dan ook elke keer in het boek terug. En hoe hij zich als het ware niet gebonden voelt door enkele verantwoordingen of enkele beperkingen in het leven. Hij gaat en hij leeft net alsof elke actie niet van invloed is. En alsof je hebt maar één leven, dus je doet het er maar mee. Therese daarentegen, zijn vrouw of vriendin, is juist iemand die een heel zwaar karakter vertolkt. In de zin dat zij puur en alleen er is voor Thomas in de relatie. Zij ziet trouw zijn en de obligaties van het samen zijn en de liefde ziet zij als een bepaalde obligatie naar elkaar toe. En daar ga je niet overheen. Dat betreed je niet. En dat verwerp je niet als het ware. En Theresa loopt dan ook bepaalde zware karakters door dat boek heen. Zo is bijvoorbeeld zo wordt ze bijvoorbeeld op een gegeven moment verleid om dan maar eens een affaire aan te gaan. Want Thomas gaat maar affaires en affaires en affaires na. En zij wil dan toch het één keer proberen na te leven om te kijken of ze het kan. En zo ontstaat een bepaald verhaallijn. En uiteindelijk komt erop neer dat ze dit gewoon niet kan. Ze heeft de affaire, maar het voelt niet juist en het voelt niet goed. En ze stopt het ook vrij snel. Het is dan ook gewoon over. En zelfs al komt Thomas thuis en dat wordt dan ook beschreven, dat ze naast elkaar in bed liggen en dat Thomas zijn haar helemaal ruikt en de parfum van een andere vrouw en ze het ervaart, heeft ze zoiets van, het is oké, ik blijf bij hem. En zo is dan Theresa een van de zwaardere karakters.
Dan hebben we nog Sabina. Sabina is ook een minnares van Thomas. Iemand met wie hij al een hele lange tijd een affaire heeft en met wie hij ook bevriend is. En zij vertolkt ook weer een heel licht karakter in de zin dat ze heel artistiek is ingesteld. En eigenlijk constant wegrent van alle verplichtingen in het leven. Dus dat zien we bijvoorbeeld terugkomen in het feit dat zij ook de minnares is van Frans, waar we zo op komen. En op het moment dat Frans als het ware zijn relatie verbreekt om met haar samen te zijn, denkt ze, nou ja, dit zijn te veel verplichtingen, dit zijn te veel verantwoordingen, dit wil ik niet, dit maakt mijn leven te zwaar. En ze vlucht van hem weg, zonder iets bekend te maken waar ze heen is of überhaupt iets af te sluiten. En dat zien we bijvoorbeeld ook met haar relatie met dan Thomas en Theresa. In de zin van, zij kent ook Theresa, ze kent Thomas, daar heeft ze dan zijn minnares. En op een gegeven moment, dat richting het einde van het boek, sterven Thomas en Theresa door een ongeluk. En zij wordt dan geschreven in een brief door de zoon van een eerder huwelijk van Thomas. Van, nou ja, ik ben toch benieuwd naar mijn ouders en nou, ik wil je toch informeren van dat ze overleden zijn. En om toch een beetje contact erin te zoeken. En op dat moment komt het eigenlijk te dichtbij voor, nou ja, Theresa. En schrijft ze ook niet meer terug. En dit is een hele sneuwe manier van leven. Sorry, dat is dan mijn interpretatie. Maar elke keer rent ze als het ware weg van obligaties, verplichtingen, et cetera. En dan als laatste hebben we Frans. En Frans is een man van hele duidelijke idealen. Die ze wel weet te verbreken, maar dat wel op een hele moeilijke manier doet en dat ook heel lastig vindt. Dus om daar een voorbeeld in mee te geven. Hij heeft dan een affaire met Sabina. En dat doet hij eigenlijk altijd ver buiten de deur en hij blijft nooit met haar slapen. Want hij is van mening dat slapen, dat in één bed slapen, dat doe je met je vrouw. En dat doe je niet met je minnares. Dus, en als die hele affaire zich afspeelt, dan vertrekt hij ook, want hij is hoogleraar, academicus, dan vertrekken ze ook zo ver mogelijk. En dan geeft hij een of ander smoesje, zoals ik moet een les geven, of een college, of een bepaald interview ergens in Frankrijk. En dan vertrekken ze samen naar Frankrijk en daar hebben ze dan de affaire. Maar het moet allemaal zo ver mogelijk van het bed van zijn echtgenoot. En verder is Frans ook iemand van hele duidelijke bepaalde politieke oriëntaties. Zo gaat Frans uiteindelijk mee in de, waar we het eerder over hebben gehad, in de optocht naar Cambodja. En hij voelt zich dan ook echt bezwaard bij de idealen. In de zin dat hij op een gegeven moment zoiets heeft van, ik hou van Sabina en ik wil met haar samen zijn. Dus ik ga nu mijn relatie met mevrouw ga ik verbreken. En daar heeft hij het enorm moeilijk mee. Want hij wil niet langer als het ware leven in een soort leugen. Hij wil dat van zijn hart af hebben. En dat is ook een bepaalde zwaarte dan weer. Nou ja, dit boek speelt zich dan allemaal af binnen Tsjechië. Vooral binnen Praag en de omgeving. Ook een tijdje in de omringende landen. Wanneer Thomas en Theresa, zeg goed, eventjes ontsnappen bij de Praagse lente. Want Sabina is een oorlogsfotografe en die heeft een aantal filmmateriaal heeft ze vastgesteld van de hele binnenval en hoe dan mensen daarmee omgingen in Praag. En op een gegeven moment voelen ze zich ook niet veilig meer. Dit wordt ook mede mogelijk gemaakt door het feit dat Thomas een bepaald anti-communistisch stuk heeft geschreven. Of in ieder geval tegen de binnenval. Wordt ook niet goed opgepakt. Dus ze vluchten en een tijdje leeft ze in het buitenland waar zich dan ook nog het een en ander afspeelt. Maar dit is een hele mooie manier, vind ik, van toch een soort beeld krijgen in hoe die tijd was. Ook voor de normale burger als het ware. Want je wordt echt meegenomen in de ogen van iemand die dan die binnenval in Praag heeft meegemaakt. Die heeft gezien wat zich afspeelde. Hoe bijvoorbeeld die politiegesprekken gingen van de geheime agenten van de Sovjet-Unie en hun doelwitten. Maar ook hoe bijvoorbeeld, dat wordt dan heel mooi beschreven, hoe dan de Praagse meisjes als het ware zich heel aantrekkelijk gaan kleden en heel, gecharmeerd zich op gaan stellen richting de Sovjet-soldaten om er vervolgens niks mee te doen. Gewoon om ze te treiteren, gewoon om het uit te lokken. En dat soort beelden is wel mooi om een soort van het dagelijks leven daarvan, om daar een beeld van te krijgen. Het is toch namelijk toch alweer een, volgens mij was het 1963, de Praagse lente. Nou, is toch alweer flink wat jaar geleden. Nou, verder is het inderdaad dat je ook de karakters om ziet gaan met die binnenval. Dus je ziet Thomas en Theresa tijdelijk vluchten, maar dan toch uiteindelijk weer terugkomen, omdat ze heimwee krijgen.
Je ziet hoe Frans omgaat met toch zijn idealen waar hij mee rondloopt. En ook uiteindelijk weer trekt naar Cambodja om dan mee te lopen in die stoet van intellectuelen en artsen. En waar ik verder niet te veel over zal zeggen, want dan wordt de video gewoon te lang. Maar dat is een hele mooie manier van nou ja, toch dat concept van de lichtheid van het bestaan of de zwaarte van het bestaan verwoven te zien worden in die karakters. Nou, wat we verder ook zien is hele filosofische thema's. Dus we hebben het al even gehad over de lichtheid van het bestaan en van Nietzsche. Maar ook Descartes komt nog even terug. We hebben Plato die wordt aangekaart. En ik moet heel eerlijk bekennen, soms vat ik het ook niet. Want Kandura is ook wel een soort... Ja, ik wil niet zeggen een genie, want ik snapte het niet. Dus ik kan daar niet over oordelen. Maar hij weet een soort van de concepten die besproken worden in verhalen ook weer te koppelen aan de dromen die bijvoorbeeld de karakters hebben. Dus we hebben Theresa en die heeft hele, hele duidelijke dromen. En dus ik las dat soms en ik wist niet waar het over ging. Ik kon het niet plaatsen. Bijvoorbeeld een droom dat ze in een stoet, of tenminste dat ze in een zwembad zit. Er zijn allemaal vrouwen, zijn er aan het zwemmen. En ze ziet dan Thomas en elke keer dan schiet Thomas een van die vrouwen dood. En dat stapelt dan steeds verderop. En ik las dat en ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Wat haal ik hieruit? En in die zin, sommige concepten zijn heel duidelijk filosofisch beschreven. En sommige filosofische concepten die vooral gekoppeld zijn aan die dromen, daar kom ik niet uit. Dus het zou ook zeker een boek worden dat ik moet gaan herlezen. Ja, en als laatste wat ik wel heel bijzonder vond aan het boek en ook wel heel interessant, is dat je soms op een soort afstand genomen wordt van wat er zich afspeelde. En dat je mee wordt genomen in een soort verhaallijn dat afstaat van de karakters. Dus waarin je dan weer leest over de karakters van een afstand, just ware. Maar ook, en dat vond ik heel interessant, hoe bijvoorbeeld Kundura omging met woorden. En dat vond ik een heel sterk concept. In de zin van, je hebt op een bepaald punt, dan komen we te maken met, tenminste dan leren we Sabrina leren we kennen. En we leren Frans kennen. En we leren dat er een bepaalde frictie tussen die twee is. Want ze hebben als het ware niet hetzelfde woordenboek. En dat vond ik een heel interessant, ook een beetje een filosofisch concept, maar... wat betekent het woord voor de een en wat betekent het woord voor de ander? En waar botst dat dan als het ware? En hoe verweeft dat? Waar komen ze elkaar weer tegen? Maar ook, hoe staat dat tegenover elkaar? En dat vond ik een heel interessant concept. Ook omdat het in het dagelijks leven je toe kan zetten. Dat je gaat nadenken van, oké, dit zijn woorden die ik normaal gebruik. Maar hoe ziet een ander dat? Hoe wordt dat woord gebruikt door een ander? En zit daar frictie tussen? En vooral in een samenleving als deze, waar nu toch... Steeds meer context ook wordt gegeven aan woorden en we ook steeds meer stil gaan staan bij het gebruik van woorden, denk ik dat dat een heel interessant onderwerp is dat in dit boek aangekaart wordt. Nou, ik heb enorm lang getwijfeld over een aantal teksten om voor te lezen, omdat er zijn zoveel bladzijden die leuk zijn om voor te lezen. En die ook interessant zijn. Dus ik heb er best wel wat gekozen. Ik heb er twee gekozen dit keer. Een beetje een lange tekst. Eentje waarin, dat is het eerste fragment dat ik voor zal lezen. Waarin heel duidelijk een soort van politieke opvatting. Of in ieder geval een opvatting van Kundura wordt beschreven. En een ander fragment wat ik erg leuk vond. En dat was ik vond dat een soort hele accurate opvatting van hoe er op dit moment gekeken wordt naar Fransen, naar Amerikanen. En een soort die stereotypes pakkend. Dat deed hij op een hele leuke manier, wat mij ook oprecht eventjes gewoon deed gniffelen en deed lachen. En dat is ook voor het eerst dat een boek dat als het ware echt kon doen bij mij. Wat ik toch wel leuk vond. Dus dat stuk dat wil ik ook met jullie delen en dat zal ik voorlezen. Maar allereerst... Bladzijde 298, hoofdstuk 13, of tenminste fragment 13, wat dan ingaat op politiek, of in ieder geval een politiek standpunt van Kundura. De bron van kitsch is de categorische instemming met het bestaan. Maar wat is de hoeksteen van het bestaan? Is dat God, de mens, strijd, liefde, man, vrouw? Hierover bestaan verschillende opvattingen. En daarom zijn er ook verschillende soorten kitsch.
Je hebt katholieke, protestantse, joodse, communistische, fascistische, democratische, feministische, Europese, Amerikaanse, nationale, internationale. En sinds de Franse Revolutie noemt de helft van Europa zich links, terwijl de andere helft de benaming rechts kreeg. Het is vrijwel onmogelijk beide richtingen te definiëren met de theoretische principes waarop ze stoelen. Dat is niet vreemd, politieke bewegingen berusten niet op rationale standpunten, maar op fantasieën, denkbeelden, woorden en archetypen die samen vormgeven aan deze of gene politieke kitsch. De betovering van de grote mars, waar de Frans werd geraakt, is de politieke kitsch van de linkse mensen, van alle tijden en richtingen. De grote mars, dat is die schitterende weg voorwaarts, de weg naar broederschap, gelijkheid, rechtvaardigheid, geluk en nog verder, over alle hindernissen heen, want hindernissen hebben we nodig. Pas dan wordt de mars de grote mars. Dictatuur van het proletariaat of democratie? Consumptiemaatschappij weigeren of productie verhogen? Guillotine of de afschaffing van de doodstraf? Dat is helemaal niet belangrijk. Wat linkse mensen links maakt, is niet de ene of de andere theorie, maar hun vermogen, welke theorie dan ook, te integreren in de kitsch van de zogenaamde grote mars voorwaarts. Nou, wat het dan betekent, daar zullen we straks even bij stilstaan. Maar ik vond het wel een mooi stuk om te delen. En dan dit stuk, bladzijde 301, fragment 15, gaat dan echt, dat speelt dan, dat vond ik een hele accurate beschrijving van de stereotypes die Kundura dan juist, precies juist weet aan te stippen. En dit speelt zich dan af in voorafgaand van de optocht die opgezet is door de Fransen om Cambodja binnen te trekken en daar hulp te verlenen. En op een bepaald moment komt er dan een groep Amerikanen bij en de interactie tussen die Fransen en de Amerikanen, dat wordt perfect beschreven. De Franse intellectuelen, met wie Frans was gearriveerd, voelden zich in een hoekje gedrukt en tekort gedaan. De mars naar Cambodja was hun idee. En nu namen plotseling de Amerikanen met een schitterende vanzelfsprekendheid de leiding op zich. En bovendien spraken ze Engels. Het kwam helemaal niet bij hen op dat een Fransman of een Deen hen niet verstond. Ja, de Denen zijn natuurlijk al lang vergeten dat ze vroeger één volk vormden. Dus konden van alle Europeanen alleen de Fransen protesteren. Principieel als ze waren, weigerden ze hun protest in het Engels te formuleren en richtten ze zich in hun moedertaal tot de Amerikanen op het podium. De Amerikanen reageerden vriendelijk en met een instemmende glimlach op hun woorden, want ze verstonden er niks van. De Fransen bleef uiteindelijk niks anders over dan hun bezwaar in het Engels te formuleren. Waarom wordt er op deze bijeenkomst alleen Engels gesproken, terwijl er ook Fransen zijn? De Amerikanen waren zeer verbaasd over dit vreemde bezwaar, maar ze bleven glimlachen en gingen ermee akkoord dat alle verklaringen vanaf nu vertaald werden. De bijeenkomst kon lange tijd niet doorgaan, want er moest naar een tolk gezocht worden. En daarna moest elke zin, zowel in het Engels als in het Frans, gesproken worden. Wat de bijeenkomst twee keer zo lang maakte. En in feite meer dan twee keer, want alle Fransen spraken Engels en onderbraken de talk dan ook om hem te verbeteren en te twisten over elk woord. Het hoogtepunt van de bijeenkomst brak aan toen een beroemde Amerikaanse actrice het podium betrad. Vanwege haar drongen er meer fotografen en cameramensen de zaal binnen en achter elke lettergreep die de actrice uitsprak klonk het klikken van het toestel. De actrice sprak over kinderen in nood, over de barbaarse communistische dictatuur, over het recht van de mensen op veiligheid, over de bedreigde traditionele waarden van de geciviliseerde maatschappij, over de onaantastbare vrijheid van het menselijk individu en over president Carter, die diep getroffen was door de gebeurtenissen in Cambodja. En bij die laatste woorden helden ze. Toen sprong er een jonge Franse arts met een rode snor overeind en begon te schreeuwen. We zijn hier om hulp te bieden aan de stervende mensen. We zijn hier niet voor de meerdere eer en glorie van president Carter. Dit mag niet ontaarden in een Amerikaans propagandacircus. We zijn hier niet naartoe gekomen om tegen het communisme te protesteren, maar om zieken te genezen. En meer Fransen vielen de besnoorde arts bij. Doc schrok en durfde niet meer te vertalen wat ze zeiden. 20 Amerikanen op het podium keken daarom vol sympathie, glimlachend naar hen en velen knikten instemmend. Eén Amerikaan hield zelfs zijn vuist op, want hij wist dat Europeanen dat graag deden op momenten van collectieve euforie.
En ik vond dit fragment zo mooi. Van hoe die dan aan weet te tikken van... Ja, maar wij Fransen, wij moeten protesteren. Want wat denken die Amerikanen wel niet met het alleen in het Engels praten? En dan het moment dat die Amerikanen gewoon maar rustig meeknikken en lachen. En denken, nou ja, weet je, we bewaren de goede vrede wel. Of dan het einde waarin dan inderdaad een Amerikaan dan maar even zijn vuist op gaat steken. Van ja, hè, protest, leuk. Nou ja, interpretatie van het boek. Er zijn bijzonder veel interpretaties van het boek. En ik kan bij lange na niet de top van de ijsberg aantikken. Allereerst hebben we het natuurlijk over de titel. De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Nou ja, daar hebben we het dan deels over gehad. Het concept van Nietzsche over het leven. En over als we dan maar... Nou ja, dat we maar één keer als het ware leven. Dus dat onze acties als het ware niet heel veel uitmaken. Maar dat als we zouden leven alsof elk van onze acties... Dat we dat oneindig zouden moeten herhalen. Dan zou ons leven een stuk zwaarder zijn. Een stuk moeilijker. En dan zouden we veel meer nadenken bij de verschillende dingen die we doen. En dat zou het leven dan een stuk zwaarder maken. En nou, waar we het over hebben gehad. Er zijn verschillende manieren waarop je dan inderdaad om kan gaan met die lichtheid of zwaarte. En... ja, hoe dat dan verwoven is in die verschillende karakters. Dus daar zou ik niet te veel bij stil blijven staan. Behalve dan dat die lichtheid zal staan voor de soort van het leven alsof er maar één leven is. En het leven alsof dit, nou ja, dat zonder bezwaarte, zonder druk, zonder verantwoordelijkheden, obligaties, et cetera. En dat juist de zwaardere manier van leven, wat ook ondraaglijk is, het heel ideaal, tenminste het heel... Ja, het leven waarbinnen je echt vasthoudt aan bepaalde principes en idealen die... Wat ook op een bepaalde manier uitputtend is, als het ware. Ja, wat we verder zien is inderdaad de politieke fragmenten. Dus onder andere bijvoorbeeld dat punt van Kitsch. Wat ik wel een hele mooie beschrijving vond van politiek in het algemeen. Iedere politieke stroming, iedere politieke oriëntatie... Of dat nou protestants, katholiek, fascistisch, democratisch, et cetera is... Alles draait om de man of vrouw die de baby omhoog houdt en een kus op het voorhoofd geeft. Of de kindertjes die rennen over een bepaald veld waarbij een traantje wegvinkt. Want het is zo mooi en het is zo puur en het is zo... Ja, zo... Nou ja, goed. Jullie snappen wat ik bedoel. En hier wordt het dan aangekaart over de linkse mens. Maar zo beschrijft hij evenveel over de rechtse mens. En over hoe dat hele concept eigenlijk gewoon één theaterstuk is. Waarin wij instemmend meeknikken. Want van dit is wat ons meekrijgt in bepaalde denkwijzes. En dat is een hele leuke manier van schrijven. Evenals waar we het dan al eerder over hebben gehad. Over bijvoorbeeld dat concept van woorden. En ik denk dat een eindconclusie die ik las in een van de vele recensies die uit het boek getrokken kan worden, is dat je enerzijds niet te licht moet leven, zoals Thomas, omdat de manier waarop zij leven ook ondraaglijk is. Je kan niet leven zonder verantwoordingen en gewoon met ieder naar bed gaan zonder de gevolgen die dat heeft. En je komt dan ook niet aan een soort tevreden einde aan je leven. Tegelijkertijd kan je ook niet puur leven zoals Frans en jezelf ziek maken door vast te houden aan bepaalde idealen. En moeten we een soort middenweg vinden tussen het lichte leven, maar het op je nemen van bepaalde bezwaren en bepaalde obligaties en verantwoordingen, zodat je een bepaalde mooie middenweg vindt. Want als we uiteindelijk kijken naar de eindstand van de karakters, Thomas en Theresa weten elkaar gelukkig uiteindelijk te vinden. Theresa wordt iets minder zwaar als het ware. En Thomas neemt wat meer verantwoording op ze. En uiteindelijk vinden ze elkaar te vinden. Maar sterven ze in een tragisch ongeluk. En Sabina blijft haar hele leven lang wegrennen van alle verschillende verantwoordingen. Terwijl Frans, die neemt dan juist die bezwaren op zich. En die gaat, die denkt van oké, ik moet handelen naar die idealen. En die gaat naar Cambodja en die wordt daar beroofd en sterft. En daarin denk ik dat juist Theresa en Thomas een soort van die middenweg symboliseren van bepaalde verantwoordingen op je nemen, maar niet te zwaar leven. En ik denk dat dat een mooie boodschap is voor iedereen die dit boek leest en voor iedereen om mee te nemen. Goed, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar de video en nogmaals vragen om de video te delen en te abonneren en een like te geven. En dan zie ik jullie als het goed is volgende week zaterdag met De Pest. En bedankt.